Welkom wederom bij Mindpower TV. Vandaag met Victor Bonke. Victor, van harte welkom. Dankjewel, Robert. Victor Bonke, mensen, is van Aquiro.nl, de specialist in Nederland met betrekking tot koude acquisitie. Victor, kan je eerst even kort vertellen, wat is eigenlijk koude acquisitie? En dan vooral meteen erachteraan, hoe ben je ertoe gekomen om daar iedere dag je bed voor uit te komen en Nederland te helpen dat te doen? Ja, nou, goede vraag wat dat betreft, om inderdaad eens even te definiëren van wat versta ik eronder. Wat mij betreft is het de telefoon pakken en iemand bellen die je niet kent. Om eens te proberen die voor het eerst aan de lijn te krijgen. En dan met name in een business-to-business omgeving. Dus ik zou bijna kunnen zeggen, om aan te geven wat ik precies onder versta, is de Engelse vertaling misschien wel het beste, namelijk cold calling. Koud iemand bellen die je totaal niet kent. Ja, hoe ben ik hier zo toe gekomen, vroeg je. Even een stapje terug. Ik heb bedrijfskunde gestudeerd. Vervolgens 10 jaar voor Amerikaanse hardwareleveranciers gewerkt, voor NCR en voor Digital. Vervolgens 10 jaar voor Capgemini gewerkt als management consultant. En toen bekroop mij na 20 jaar werken een gevoel van, wil ik dit nou de komende 20 jaar blijven doen? En het antwoord was nee. En ik ben op zoek gegaan van, vind ik nou echt leuk om te doen? En toen kwam ik erachter, ik vind het leuk om presentaties te geven, ik vind het leuk om workshops te doen, trainingen te geven. En toen dacht ik, als ik daar nou eens mijn dagelijkse werk van ga maken, ben ik de hele dag met leuke dingen bezig. Nou, zo gezegd, zo gedaan. 2006 voor mezelf begonnen, maar toen dacht ik, ja, vind ik wel leuk, presentaties en workshops, maar waar moet het over gaan? En toen ben ik eens terug gaan kijken in mijn carrière en toen kwam ik erachter dat ik altijd degene was die mijn vinger opstak als er gebeld moest worden met nieuwe klanten. Toen zei ik, nou, ik ga wel bellen. En toen pas na 20 jaar, toen kwam ik erachter dat dat iets is wat heel veel mensen verschrikkelijk moeilijk vinden. En ik had zoiets van, waar heb je het over? Ik bedoel, ik pak de telefoon, doe mijn ding aan die telefoon. En ja, ik had er heel veel en veel vaker afspraken dan heel veel anderen. Maar ik denk, ja, hoe moeilijk kan dat zijn eigenlijk, hè? Maar alleen, op dat moment was ik nog, om het zo te zeggen, onbewust bekwaam. Je kent het wel, hè? Bewust en onbewust en bekwaam en onbekwaam. Ik was nog onbewust bekwaam. Ik wist niet hoe ik het deed. Dus je was er heel goed in, maar je wist niet hoe je het deed? Ja. Dus okay. Ik moest mezelf bewust bekwaam gaan maken. Wil ik het over kunnen dragen aan anderen, mezelf bewust bekwaam gaan maken. Dus op basis daarvan heb ik eens nagedacht van, ja, wat zijn nou, hoe komt het nou dat ik succesvol ben waar anderen, laat ik zeggen, de steekjes laten vallen of waar anderen afhaken. En wat is de reden? Ja, zo is dat eigenlijk gekomen. Ja, en waar zit dat dan? Waarom ben jij daar succesvol in? Nou, en waarom vinden anderen het zo naar en moeilijk? Ja, ik heb toen uiteindelijk 7 dingen ontwikkeld. 7, wat ik noem, ingrediënten voor succesvolle koude acquisitie. Ik ben terug gaan kijken in die 20 jaar. Toen kwam ik erachter dat er 7 dingen zijn. En al die 7 dingen heb ik een labeltje gegeven. Ik heb ze altijd een naam gegeven. Die staat voor datgene waarvan ik denk van, nou, in de kern samengevat gaat het daarover. En die heb ik op een rijtje gezet. En uiteindelijk heb ik daar de red race van gemaakt. En de red race is niet meer en niet minder dan een kapstokje. Het is een acroniem wat ik gebruik om de 7 ingrediënten voor succesvolle koude acquisitie op te hangen. Om het even zo te zeggen. Oh, dus die 7 letters. R-A-T en dan R-A-C-E. Dat bedoel je. Klopt. Ja, red race. Ja, okay. Dat zijn de 7 ingrediënten wat mij betreft. En waar staat het voor? Nou, dank je. Dan ga ik dat kort uitleggen wat dat betreft. Heel kort even aangeven van waar staan er die 7 ingrediënten voor. Waardoor ik inderdaad voor mij gewoon succesvoller ben geweest dan heel veel anderen in dit toch heel lastige en weerbarstige onderwerp. De eerste R die staat voor reflectie. En reflectie is wat mij betreft een stapje terugmaken en eens even nadenken over van wat ben ik aan het doen voordat ik überhaupt de telefoon ga pakken. Nou, dat is eigenlijk wat mij betreft de voorbereidingsfase. En de A, de eerste A, er zitten 2 R's en 2 A's in de red race, zoals je wellicht al gemerkt hebt. De A, eerste A die staat voor de ander centraal. En bij die ander centraal gaat het er vooral om van hoe kun je nou een goede gespreksstructuur eigenlijk krijgen. Hoe kun je nou jouw gesprek vormgeven op een zodanige manier dat het een succesvol gesprek is. Nou, daar staat de A voor, ander centraal, want met name die gespreksstructuur zul je het over de ander moeten hebben en niet over jouzelf moeten hebben. De T staat voor timing, oftewel goede tijden, slechte tijden. Nou, niet de soapserie zoals we die allemaal kennen, maar wat mij betreft gaat het over goede dagen om te bellen, minder goede dagen om te bellen. En dan gaat het ook over goede tijden en minder goede tijden op de dag om te bellen. Daar hebben we het in het onderwerp timing over. Ik heb nou helemaal ervaren dat in de afgelopen 25 jaar de betere dagen betere tijdstippen zijn dan andere. En dat is waar we het in de T van timing over hebben. De tweede R die staat voor het Franse woord rapport. En rapport is eigenlijk wat mij betreft een ander woord voor de klik. Hoe kun je er nou voor zorgen dat degene die je aan de lijn hebt eigenlijk denkt van, hé, wat een leuk gesprek hebben we eigenlijk. Er is iets in een gesprek waardoor ik denk,
Laat die meneer of laat die mevrouw maar eens langskomen. En al die andere 10 die we al hebben gezien vandaag, gehoord vandaag aan de telefoon, die laat ik even voor wat het is. Hoe kun je er nou voor zorgen dat je die klik krijgt met die ander, zodat hij denkt, hey, leuk gesprek hadden wij. Mm-hmm. Nou, er zijn bepaalde manieren voor, om het zo te zeggen, om meer rapport met iemand te krijgen. En hoe meer rapport, hoe eerder het tot een afspraak zal komen. Okay. De tweede A staat voor de afspraak verkopen. Heel simpel gezegd, het enige doel wat je hebt bij koude acquisitie, bij cold calling, is ervoor te zorgen dat jij volgende week aan tafel zit. Punt. Daar gaat het om. En de C staat voor concentratie. Het lijkt iets heel eenvoudigs, hè, om een telefoon te pakken en iemand te gaan bellen die je niet kent, maar het vereist uiterste concentratie. Je kunt het niet even tussendoor doen en denken van, ik moet straks over een half uurtje in de auto zitten, ik ga nu nog even wat bellen. Nee, je moet uiterst geconcentreerd zijn. Nou, hoe doe je dat nou? Hoe kun jij optimaal geconcentreerd die telefoon pakken om zo succesvol mogelijk te kunnen zijn? En tenslotte de laatste letter, die staat weliswaar als laatste in de red race, maar hij had misschien qua prioriteit wel veel hoger moeten staan. Die staat voor de E van enthousiasme. Mm. Enthousiasme werkt aanstekelijk. En ja, de vraag is, hoe krijg je nou enthousiasme in jouw telefoongesprek? Want het is uitermate belangrijk om dat erin te krijgen. Je zou bijna kunnen zeggen dat alleen op basis van enthousiasme je heel veel afspraken kunt krijgen. Als het zelfs aan de andere 6 ingrediënten van die red race nog rammelt, om het even zo aan te geven. Okay. Dus enthousiasme is uitermate belangrijk. Maar hoe krijg je dat nou in jouw gesprek? Dat is waar we bij enthousiasme het over hebben. Dat zijn wat mij betreft de 7 letters, de 7 dingen waarvan ik heb gemerkt dat die het verschil maken tussen een volle en lege agenda wordt. Oké, nou fantastisch. Ik weet voor wie daar veel meer van wil weten, dat jij en ik een mogelijkheid bieden om in 7 delen die 7 letters verder uit te diepen. Want je vertelt nu eigenlijk wat het is. En ook bij mij komt het binnen, ja, heel logisch. Maar hoe dat precies te doen, dat is een andere serie waar we, hè, voor degene die geïnteresseerd is, verder naar kan gaan kijken. Ja. Maar toch, al willen we alleen hier naar kijken, ik wil graag van jou weten, want mijn ervaring is ook, en ik vind het zelf ook echt een onplezierige activiteit, moet ik je zeggen. Ik ben daar heel eerlijk in. Ja. Wat houdt nou zoveel mensen, inclusief mijzelf, ervan weg? Ja, want het is zo eenvoudig te zeggen, de hour of power heb ik ooit geleerd. Als je 1 uur per dag dat gewoon gaat doen, dan krijg je meer business dan je aan kan. Wat is het nou wat de meeste mensen zo tegenhoudt om gewoon te gaan doen wat jij hier suggereert? Ja. Wat houdt ons tegen? Waarom doen we het niet? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb er heel lang over nagedacht, van hoe komt dat nu eigenlijk? En bottom line is mijn conclusie dat het eigenlijk de angst voor afwijzing is. De angst voor afwijzing. Je krijgt eenmaal bij koude acquisitie heel vaak nee te horen. En op het moment dat je vaak zo nee te horen krijgt, dan ontstaat er een soort angst voor die nee bijna. Een angst voor die afwijzing. En wat doen mensen met angst? Dat hoef ik jou niet te vertellen. Mensen gaan angsten ontwijken. Gaan het vermijden. Gaan proberen, als daar bij wijze van spreken die angst hangt, als een groot iets, groot zwart iets wat daar hangt in de lucht, dan gaan ze proberen met een hele grote bocht omheen te gaan. Want ja, dan worden ze niet afgewezen. Dus de grote angst achter koude acquisitie is inderdaad die angst voor afwijzing. En het is heel simpel gezegd, je kunt zeggen van, ik ga me concentreren op al die nee's. En denken van, oké, ik zal wel weer een nee krijgen en weer een nee krijgen. En dan wordt het heel erg zwaar. De kunst is om te denken van, oké, ik zal een aantal nee's nodig hebben om uiteindelijk bij een ja uit te komen. Maar je zult uiteindelijk die nee's gewoon van je moeten laten afglijden, als ware je zelf een soort theeval. Laag, om het even zo te zeggen. Je moet voor jezelf een eeltlaag op je ziel creëren. Een tevallaag die ervoor zorgt dat jij denkt, oké, dan word ik wel afgewezen. Jammer, het zal wel even. Ik ga op naar de volgende. Ja. Dat is de manier, dat is denk ik bottomline waar het op neerkomt. Dat mensen denken van, ik vind het een heel vervelend klusje en dat blijf ik ook maar voor mij uitschuiven. Hm. Ik noem dat overigens het Mariwodo-syndroom. En dat betekent? Nou, het Mariwodo-syndroom is wat mij betreft, het staat voor maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Hè? Dat had je misschien al een beetje kunnen bedenken. Okay. Maar het staat eigenlijk voor dat je op zondag gaat bedenken van, morgen is maandag en maandag moet ik weer koude acquisitie doen. Dus op zondag zorgen dat je op tijd in bed ligt en niet te veel gedronken hebt en een beetje fris en fruitig bent. Zodat je op maandag inderdaad achter die computer kunt gaan zitten, achter je telefoon kunt gaan zitten en kan gaan zitten bellen. Want maandag dan kom je op de zaak of je komt thuis in jouw kantoor, om het even zo te zeggen. Of je gaat achter je bureau zitten thuis, afhankelijk van jouw functie en jouw rol. En dan ga je zitten en dan leg je al je spullen klaar. En op een gegeven moment denk je, ja, het is maandagochtend, zeg. Jongen, wie gaat er nou maandagochtend koude acquisitie doen? Dus je gaat met een hele grote haal, gooi je al je spullen aan de kant. En je denkt, weet je wat, er wordt dinsdag. Dinsdag, dan ga ik koude acquisitie doen. En op dinsdag ga je weer zitten en je hebt al je spulletjes keurig klaargelegd. En je bent er helemaal klaar voor om te gaan bellen. En dan kijk je nog heel even in jouw computer. En
Je opent jouw mailprogramma en er staan 12 nieuwe mailtjes van de afgelopen avond en nacht. En er staan ook 2 offerteaanvragen in. En dan denk je, ja, wat zal ik gaan doen? Hè? Zal ik koude acquisitie gaan doen? Of zal ik mijn offerteaanvraag gaan beantwoorden? Ja, hoe lang denk je erover na? Fractie van de seconde meestal, hè? Want dan ga je de offerteaanvraag graag beantwoorden. Want ja, dan word je niet afgewezen. Dan heb je kans om misschien zaken te doen. Dus je denkt, weet je wat, dat was dinsdag en zo wordt het woensdag. Nou, je kent het verhaal, je kent de stramien. Zo wordt het woensdag, zo wordt het donderdag, zo wordt het vrijdag. En op vrijdag denk je, ja joh, maar dat is ook eigenlijk geen dag om te bellen. Weet je, ik ga volgende week al bellen. En dat is het uitstel, uitstel, uitstel gedrag om er uiteindelijk afstel van te krijgen. Wat we in algemene zin eigenlijk altijd doen met alle klussen die we vervelend vinden. We kennen het ook van, om maar even iets naar mezelf te kijken, wat ik zelf heel vervelend vind, administratieve klussen. Misschien herken je dat ook wel, Robert. Absoluut. Je duwt alles maar voor ons uit, hè. Wanneer is de deadline? Nou, moet het echt gebeuren, maar je duwt het zo lang mogelijk voor je uit. En de mens heeft nou eenmaal de neiging om vervelende klussen voor zich uit te duwen. En dit beschouwen we helaas als een vervelende klus. Maar in toenemende mate merk je natuurlijk wel dat het een klus is die je gewoon moet doen. Wil je succesvol zijn en wil je een nieuwe business binnen gaan halen, wil je nieuwe klanten binnen gaan halen. Dan heb jij het over die laatste E, hè, enthousiasme. Wat doe je dan om dat enthousiasme naar boven te krijgen om maar door te gaan en door te gaan en door te gaan? Want als je er niet echt zin in hebt, weet je, als je er niet van in vuur en vlam raakt om iets te doen, dan blijft het moeilijk. Dus wat is daar dan de trick? Ja, nou, wat mij betreft is denk ik, en ik kom er straks in de latere instantie in die speciale serie ook op terug, maar misschien één tipje van de sluier. Wat mij betreft is het de passie voor datgene wat je aan het doen bent. Dat moet hier vandaan komen. Het moet uiteindelijk bij jou vandaan komen. Jij moet plezier hebben in datgene wat je doet. Je moet plezier hebben in het helpen van klanten. In het aanbieden van datgene wat je aan het doen bent. En op het moment dat dat er niet is, of er niet meer is, die passie, ja, dan wordt het heel erg zwaar. Okay. Want als jij niet zelf enthousiast bent, als jij geen passie hebt over datgene wat je aan het doen bent voor een klant, dan hoort die klant het onwillekeurig. Hè? Dan gaat het gesprek echt op een hele andere manier plaatsvinden dan wanneer je daar jouw enthousiasme in gooit. Ja. Nou, dat is wat mij betreft een van de dingen om ervoor te zorgen dat jij dat enthousiasme in jouw gesprek gaat krijgen. Ja. Je hebt het over, hè, die nee's en de ja's. Dat is de wet van de gemiddeldes. Althans, dat heb ik ooit geleerd. Hè. Je weet, zeg maar, een autoverkoper weet hoe vaak die nee verkoopt, hij of zij. En dan komt er vanzelf een keer. En zeg maar 1 op de 20 showroombezoekers die koopt een auto. Dus iedere keer als iemand niet koopt, in plaats dat je teleurgesteld bent, word je enthousiaster. Want je bent dichter bij het moment dat je ja verkoopt. Is dat het? Ja, dat is natuurlijk wel een beetje een gechargeerd voorbeeld. Hè? Want dan krijg je inderdaad het voorbeeld van die verkoper die denkt van, oké, 18 keer nee, wordt steeds enthousiaster, begint steeds meer te lachen, 19 keer nee, want ja, nu zal ik wel bij de 20ste zijn dat hij wel gaat kopen. Ja, helaas werkt het natuurlijk niet zo, maar gemiddeld inderdaad zal het wel ongeveer zo werken. Ja. Alleen je weet niet, hè? Je kan bij het eerste telefoontje al geluk hebben, je kan bij het tweede weer geluk hebben, en dan opeens misschien wel 20, 30, 40 keer nee, of misschien na 5 keer al wel weer raken. Ja. De kunst is om datgene waar we het in deze serie ook over hebben, die 7 ingrediënten, zodanig toe te passen, Robert, dat jij succesvol kunt zijn en dat jij die hitrate gewoon omhoog brengt. Ja. En dat je, zonder dat ik nou een getal aan kan en wil plakken, maar dat jij gewoon succesvol bent, effectiever wordt in datgene wat je aan het doen bent. Dat je gewoon per saldo meer afspraken gaat krijgen op jouw telefoons. En dat is wat je wil. Is het dan ook zo, ik kan me er iets bij voorstellen terwijl we nou zo praten. Weet je wel, ik heb iets waar ik enorm enthousiast over ben. En ik bied eigenlijk iemand alleen maar de gelegenheid om daarmee in contact te komen. Dus je doet eigenlijk iemand een plezier. Hoe meer mensen je belt, hoe meer mensen je de mogelijkheid biedt om met jou iets te doen. Klopt dat? Ja, dat vind ik een hele mooie. Dat vind ik een hele mooie, want dat, laat ik zeggen, ik denk dat heel veel mensen, dat weet ik wel, dat hoor ik ook in presentaties en workshops terug. Heel veel mensen hebben het gevoel dat wanneer ze koude acquisitie doen, dat ze met iets aan het leuren zijn. Ja, ja. En dat leurgevoel, dat geeft een heel zwaar gevoel. Ja. Want jij moet iets van mij. Ik vind dat jij iets van mij moet. En als je dat gevoel hebt, dan is het heel erg vervelend. Dan ben je ook aan het leuren. Nee, ik zeg altijd, jij bent in feite een zak geld bij iemand aan het neerleggen. Want jij hebt iets te bieden wat van toegevoegde waarde is voor die ander. Uh-huh. En dan wil jij ook een klein zakje van terug hebben. Maar primair leg jij een grote zak geld op tafel. Afhankelijk van wat je doet natuurlijk is dat, nou ja, bepaalt dat uiteindelijk hoe groot die zak geld is. Maar uiteindelijk is het iets waar jij toegevoegde waarde in te bieden hebt. Dat is wat je aanbiedt. Je hebt iets heel moois te bieden. Ja. En als je denkt, ja, maar het is eigenlijk helemaal niet zo mooi wat ik te bieden heb. Dan gaat er iets niet goed. Dan moet je aan je motivatie gaan werken. En dan is je enthousiasme zakt weg.
En dan ben je bijna kansloos bezig, want die klant die hoort dat gewoon feilloos, dat jij er niet zelf achter staat. En als je er zelf niet achter staat, dan gaat die ander ook niet enthousiast worden. Dus het heeft mogelijk heel veel te maken met zelfvertrouwen. Ik lees ieder jaar die statistieken waar mensen het meeste angst voor hebben. En dan blijkt iedere keer dat sprekend openbaar, wat jij en ik mogen doen, dat mensen daar meer angst voor hebben dan doodgaan. Dat klinkt compleet idioot, maar dat is er zo. Maar komt het dan dicht bij elkaar? Want het, zelfs als je iemand belt, is dat een soort gesprek. Dus, ja. Want dat is ook weer dat afgewezen worden, toch? Sorry, dat is ook het? Nou, dus als we het hebben over public speaking of spreek in het algemeen. Als je zegt van ja, stel nou dat ik nee als antwoord krijg, dan word ik afgewezen. Ja. Maar jij wordt niet afgewezen. Men zegt nee tegen wat je te bieden hebt. Nou, daar zit datgene wat je nu zegt, daar zit ook de kern in om daarmee goed te dealen. Op het moment dat jij je persoonlijk afgewezen voelt, Victor Wonke wordt afgewezen, dan voelt het loodzwaar. Ja. Dan is het echt killing. Hè? Dan is het binnen een paar keer dat je denkt van, ik stop ermee. Dit is niet wat ik wil, dit is niet wat ik kan. Nee, ik sta op enig moment ergens voor. Jij, als degene die nu deze video bekijkt, jij staat ergens voor. Ja. Jij staat voor een product, je staat voor een dienst van jezelf, van het bedrijf waarvoor je werkt. Dat is datgene wat je aanbiedt. En jij bent toevallig de vertegenwoordiger van het bedrijf, letterlijk en figuurlijk. Maar niet meer en niet minder. En datgene waar jij voor staat, dat wordt afgewezen. Maar niet jij persoonlijk. Ja, precies. Dus je moet een soort Chinese muur bijna creëren tussen jouw, laat ik zeggen, persoonlijke gevoel daarover en het zakelijke gevoel daarover. Ik denk dat dat heel erg cruciaal is om dat je voor jezelf te realiseren. Klopt. En uiteindelijk, je kent mijn visie over de ik.com, de ik.nv, wat je zegt voor een bedrijf. Maar het ultieme bedrijf ben jezelf. Hè? En dat run je 7 dagen per week, hè? 24 uur per dag, dus 168 uur per week. Dus eigenlijk hoort je nou zeggen, nou zet gewoon je eigen bedrijf, ook als je in dienst stelt van een ander bedrijf, hè, zet dat centraal, weet dat dat goed is. En als mensen dat niet willen, nou ja, dan niet. Ja, laat ik zeggen, dat dan niet, dat gaat me wat te ver in de zin van, je zou wel een standvastigheid moeten hebben in het overtuigen van de ander. Hè. Okay. Maar jij hebt wat te bieden. Wees overtuigd van het feit dat jij iets interessants te bieden hebt. En als je dat niet hebt, dan moet je een hele grote spiegel kopen. En daar is heel goed in gaan kijken. Oké, waar ben je eigenlijk mee bezig, joh? Ja. Moet jij niet iets anders doen? Is dit wel het vak? Is dit wel de wereld waarin jij terecht wil komen? Is dit wel het product of de dienst waar jij succesvol in kan zijn? Uh-huh. Zo niet, dan moet je echt wat anders gaan doen. Want je moet er echt in geloven. Oké, dus ik hoor jou eigenlijk zeggen, voor degene die hier wat echt in detail dit willen gaan leren, hè, dus die 7 delen serie die we samen ook hebben opgezet, dan is voor degene die echt zeggen, ik heb mijn dingetje gevonden. Hiervan sta ik in vuur en vlam. En dan als je dan die 7 stappen gaat doen, dan is eigenlijk succes niet tegen te houden. Is dat wat je zegt? Ja, en laat ik zeggen, het gaat erom, hè, niet zozeer van dat die 7... zaken ervoor zorgen dat jij in vuur en vlam gaat raken. Jij moet ervoor zorgen dat, laat ik zeggen, je dat zelf al bent. Nee, de 7 dingen waar we het over gaan hebben, die zorgen ervoor dat jij, laat ik zeggen, een aantal manieren gaat krijgen, een aantal hulpmiddelen aangereikt krijgt, om daar succesvol, om daar effectiever in te worden. En wat ik merk is dat wanneer mensen daarmee aan de gang gaan, dat ze dan vanzelf eigenlijk inderdaad effectief worden, in een soort opwaartse spiraal terecht gaan komen. Ik zeg ook wel eens, mijn workshops, mijn trainingen, mijn presentaties hebben het doel 2 dingen. Ervoor te zorgen dat je effectiever erin wordt. Hè, dus per saldo meer afspraken eigenlijk uit je telefoontjes te krijgen. En er meer plezier aan gaan beleven. Ja. En op het moment dat je meer plezier aan beleeft, dan ga je automatisch effectiever worden. En als je effectiever wordt, ga je automatisch meer plezier aan beleven. Nou, dat is waar ik graag mensen in een positieve spiraal wil gaan brengen. Want hou er tegelijkertijd mee rekening mee, Robert. Dit is niet een onderwerp wat je op school, op universiteit of wat dan ook, überhaupt leert. Ja. He, dit is iets wat je in de praktijk, waar je tegenaan loopt, en waarvan je dan denkt, ja, en dan moet ik acquisitie gaan doen. Hé, hoe doe je dat eigenlijk? Ja. En sommige mensen zijn er natuurtalent in, die gaat er vanzelf heel makkelijk af, en anderen moeten het echt leren en succesvol in worden. Nou, de meerderheid schat ik in, zodat ik een tijdje in de wereld rondloop, die hebben echt, een grote kans om er veel van te leren. Want je krijgt het natuurlijk niet mee en je leert het niet. Zo over leren gesproken, afrondend naar dit interview. Ja. Wat zijn nou de 3 belangrijkste lessen die jij in je leven tot nu toe geleerd hebt?
Nog even los van Aquiro. Mag Aquiro ook in zitten in die tijd? Maar wat heb jij nog geleerd van het leven? Nou, dat vind ik een hele mooie filosofische vraag wat dat betreft. En dan stap ik inderdaad toch even uit de Aquiro-rol. Een van de denk ik belangrijkste dingen die ik heb geleerd in de 52 jaar dat ik nu op deze aardbol rondloop, is accepteren van datgene wat je ziet dat het ook zo is zoals het is. Gewoon acceptatie en niet al dan maar verzet in verzet komen, om het zo te zeggen. Niet proberen alles naar je hand te zetten. Op een gegeven moment accepteren wat het is. En laat ik daar heel kort een voorbeeld van geven. Dat gaat over mijn dochter. Mijn dochter is lichamelijk gehandicapt. En ik zou je eerlijk zeggen, heel veel moeite gehad, heel lang heel veel moeite gehad, om te accepteren dat ik een gehandicapte dochter heb. Uh-huh. En eigenlijk pas heel recent, en dan hebben we het echt over de afgelopen 1, 2 jaar, heb ik dat voor mezelf geaccepteerd. En dat geeft weer een totaal andere relatie met mijn dochter. Die is opeens veel beter geworden, veel fijner geworden. Ze staat veel meer open voor mij en ik voor haar. Dus acceptatie vind ik wat mij betreft een van die hele belangrijke dingen. Oké, okay. Mooi. En een tweede, als ik die je zou mogen aanreiken, is, en dat heeft dan toch weer iets met zakelijk te maken, is dat ik zeg van, ik vind het heel erg belangrijk dat je, zoals je in het leven staat, met name in je zakelijk leven, probeert daar in jouw passie te vinden. Datgene waar jij plezier in hebt. Uh-huh. Voorbeeld dan weer terug naar Aquiro. Hè. Ik ben 6 jaar geleden voor mezelf begonnen. Daarvoor had ik 20 jaar gewerkt, heb ik net in het begin al aangegeven. Als ik die afgelopen 6 jaar vergelijk met datgene wat ik in die 20 jaar ervoor heb gedaan, dan heb ik het nu 1000 keer meer naar mijn zin de afgelopen 6 jaar dan in die 20 jaar daarvoor. En dat is bijna wrang, zou je zeggen, maar ik heb echt mijn passie gevonden. Ik vind het leuk om presentaties en workshops en trainingen te doen rondom dit onderwerp koude acquisitie, wat echt mijn passie is. Ik vind dat gewoon hartstikke leuk. Ik heb er plezier in om mensen dat over te dragen en mijn kennis over te dragen. En ik merk dat ik met veel meer plezier over mijn werk praat dan in die 20 jaar daarvoor. Fantastisch. Om Anthony Robbins, die je kent uiteraard, daarop te citeren. Die zegt, find your passion and make it happen. Ja, absoluut. En ik denk dat me dat gelukt is de afgelopen jaren. Ik heb hem gevonden. En het is niet alleen een kwestie van vinden en dan denken, oké, dit is hem, maar het zal wel. Maar vinden en ook echt wat mee doen. Nou, fantastisch. Dat heb ik de afgelopen jaren gedaan, wat mij betreft. Ja. Vind ik super. Nou, ik wil eigenlijk daarmee ook het bruggetje maken voor wie dat wil. Dat we beide de mogelijkheid bieden om die 7-delige serie te gaan ervaren over die Rat Race. Waar je in veel meer detail vertelt hoe je dat nou eigenlijk heel concreet kan doen. Dus ik wil je eerst nu voor dit interview enorm bedanken, Victor, dat we dat gedaan hebben. Ik vond het super. En ik wil jij die hier nu kijkt uitnodigen om even rustig naar de outro te kijken. Daar staat natuurlijk de website op waar je dus Victor Bonken kan vinden. En er staat ook een link op hoe je kan kijken hoe je de hele serie van 7 delen over koude acquisitie kunt gaan doen. Een fantastisch programma. €47. Nou, ga dat maar ergens vinden als je dat live wil gaan meemaken. Dat lukte bij Victor ook niet in terecht. We willen gewoon dat heel veel mensen dat gaan bereiken. Ik heb toch nog 1 vraagje aan het eind, Victor, als ik mag. Want als jij nou een toverstokje zou hebben en je zou de wereld om je heen aanraken, wat zou er dan gebeuren? Wow, dat is ook een hele mooie wat dat betreft, Robert. Ook een typische Robert-vraag wat mij betreft. Hè. Ik denk, als ik de aarde aan zou willen raken, als ik wat zou willen veranderen, dan zou ik wat mij betreft heel graag willen dat alle ziektes die er zijn in deze wereld, die verschrikkelijke ziektes die we met z'n allen meemaken en ervaren, dat die de wereld uit zouden zijn. Dat die eruit zijn en dat in plaats daarvan, nou ja, dat klinkt misschien wat hoogdravend, maar wereldvrede voor terugkrijgen. Nou, gaan we aan werken. Dus hoe meer business we allemaal doen als onderdeel, nee, zonder dat te kleineren. Maar als iedereen zich goed voelt, als iedereen iemand helpt, als iedereen mensen geeft waar ze recht op hebben, dan voelen we ons allemaal beter en hopelijk wordt dan de kans op ziekte zo kleiner. Ziekte zal wel een rol hebben. We weten er allemaal alles van wat dat teweeg brengt. Het is een onderdeel van het spel. Ja. Goed, we gaan voor nu afronden. Ik dank je nogmaals enorm hartelijk. Voor de kijker, fantastisch. Kijk zo nog in de outro. En misschien in ieder geval tot de volgende Mindpower TV aflevering. En hopelijk dat je jezelf gunt om inderdaad de hele goede serie met Victor verder te gaan meemaken. Tot ziens.